Goeiedag. Ja, een winters landschap achter mij. Door al die sneeuwbuien die over het land zijn getrokken. Is het zuidoosten van het land op veel plaatsen echt wel goed wit geworden door die sneeuw. Lokaal zelfs meldingen van 5 tot 10 centimeter sneeuw. Want die buien kwamen daar allemaal vrij snel achter elkaar en de temperatuur. Is daar rond het vriespunt in het westen van het land ook wel wat winterse buien, maar daar over het algemeen toch snel wegdooiend omdat die temperatuur hoger was. En tussen die buien door af en toe ook een paar mooie opklaringen. En dan kan je zo'n bui in de verte zien hangen. Prachtig hier om te zien. Hier valt de sneeuw en die buien die trekken dan voorbij en dat levert prachtig mooie plaatjes op. Ja sneeuwval ook vanavond en in de nacht kan er hier en daar nog wel een winterse bui vallen een sneeuwbui vallen in het binnenland en dat betekent bij temperaturen iets onder het vriespunt dat die sneeuw ook niet zal gaan verdwijnen. Kortom het blijft nog wel wit op de diverse plaatsen en dat betekent ook gladheid. Morgen overdag dan zijn er minder buien. De meeste buien vallen dan in het noorden en oosten van het land, maar ze zijn niet meer zo frequent als vandaag. En dan zien we op woensdag een storing dichterbij komen vanuit het zuiden waar al veel over Geschreven is. Dat is de sneeuwstoring die het land zou kunnen gaan bereiken. Nou, waarschijnlijk krijgt het zuidoosten van het land een schamschot. Met andere woorden, in Limburg, delen van Brabant en misschien ook nog wel net het zuidelijk deel van Gelderland. Dat krijgt waarschijnlijk met sneeuw te maken. En dan kan er zomaar een paar uurtjes sneeuw gaan vallen. En dan kan het aardig dik worden voor Nederlandse begrippen. Ga ik weer uit van zo'n 5 tot 10 centimeter. Hoe ver die sneeuw naar het noorden komt, daar is veel onzekerheid. Maar nogmaals, het geschetste gebied, Limburg, een deel van Brabant en een deel van Gelderland... dat lijkt het meest met de sneeuw te maken gaan krijgen. Elders dan geen sneeuw, behalve in het uiterste noorden, want daar kan dan nog zo'n winterse bui vallen. Nou, deze avond en komende nacht ligt de temperatuur in het binnenland iets onder het vriespunt... En er trekken dus ook nog wat winterse buien over. Dat betekent dat het wit kan worden. Glad ook natuurlijk door de sneeuw, maar ook door bevriezing van natte weggedeelten. In het westen, in de kustprovincies, daar blijft de temperatuur op veel plaatsen wel boven nul. In Zeeland, ja, dat is toch ook nog wel een lastig gebied met temperaturen tussen de nul en de min 2. Het is een beetje afhankelijk van waar je zit. Ook daar dus wel kans op die winterse buien. En morgen overdag... Nou, dan valt het op zich wel mee met die buien als je dat vergelijkt met vandaag. Maar hier en daar een winterse bui kan zeker nog wel. Temperatuur tussen de 1 en de 3 graden en een matige wind uit het zuidwesten en westen. En ik denk dat er morgen ook echt wel wat ruimte is voor de zon. Met name in de zuidelijke helft van het land kunnen er mooie zonnige perioden gaan komen. Dan komen we uit bij de woensdag. Die dag met dat sneeuwgebied wat over het zuidoosten van het land trekt. Dat hebben we dan ook zo ingetekend. Boven Limburg de sneeuwval, deel van Brabant en misschien toch ook wel de achterhoek hoor. Gelderland hou ik ook rekening mee. Bij temperaturen rond het vriespunt. Elders veel bewolking. In het noorden juist ook wat ruimte voor de zon. Maar daar kan dan wel een winterse bui vallen. Bij temperaturen iets boven het vriespunt. De wind waait uit het zuidwesten nog steeds en is meest matig. Donderdag ook een aantal winterse buien. En dan vrijdag en zaterdag overwegend droog weer met temperaturen iets boven het vriespunt. In de nachten blijft het wel licht vriezen. En dat betekent dat die kans op gladheid aanwezig blijft. En dan zien we maandag ook nog wel, eh, zondag ook nog wel buien. Temperatuur gaat wel omhoog. En dat is ook de trend voor volgende week. Dan komen we uit bij hogere temperaturen. En lijkt het voorlopig weer even gedaan met echt winters weer. Nog fijne dag.